Ik ben bij hem, ik ben bij hem! Ja, ik zit op minion! Wow! Snel, snel, snel. Ik heb minion! Ik heb minion! Minion! Welkom in deze video, mijn naam is Alex en vandaag is er iets super tofs gebeurd. Wij hebben namelijk met z'n allen het enorme mijlpaal van 200.000 abonnees gehaald. Ik wil iedereen ontzettend erg bedanken voor het abonneren op mijn kanaal, want de 200.000 abonnees, dat is echt insane. Maak jij nou nog niet deel uit van die 200.000, dan zou ik zeggen, zorg dat je wel deel gaat uitmaken van de 300.000 abonnees door nu op dat knopje te drukken. Ook gaan wij vandaag iets super leuks doen. Wij gaan namelijk een kijkje nemen naar de mensen die mij hebben gekilled in Fortnite. En we gaan kijken wat de reactie was toen ze mij killden. Soms zijn er namelijk mensen die mij natuurlijk tegenkomen in een Fortnite potje en dan zie ik uiteindelijk daar zelfs video's van opkomen op YouTube en daar gaan we vandaag een kijkje naar nemen. Laten we gewoon met z'n allen proberen om vandaag het enorme like-off van 2000 likes te halen, speciaal voor de 200.000 abonnees. En ik ben er super benieuwd naar of jullie dat kunnen halen. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden en stel je bent al geabonneerd of je klikt nu op die abonneerknop, dan maak jij kans op het winnen van een gratis skin. Ik geef namelijk in deze video één skin weg aan één iemand van jullie. Alles wat je voor hoeft te doen om deze gratis skin te kunnen krijgen is natuurlijk abonneren op mijn kanaal en hieronder jouw Epic Games naam achterlaten in de reacties. Op die manier kan ik natuurlijk één iemand uitzoeken die geabonneerd heeft en zijn Epic Games naam heeft gecomment en die kan ik een skin giften in Fortnite. Vergeet natuurlijk ook niet code MeFartKenYouTube te gebruiken in de Fortnite item shop en stel je gebruikt mijn code al of je gaat dat nu doen, laat dat dan weten door hieronder in de reacties te zetten ik gebruik jouw code en stel je gebruikt mijn code dan zal ik jouw comment een hartje geven. Wij zijn aangekomen op YouTube en zoals je hier al kan zien, staan er aardig wat video's tussen van mensen die mij hebben gekilled tijdens bijvoorbeeld een livestream wat ik hier zie staan bijvoorbeeld. Ik stream namelijk best vaak custom games live en dan zitten er ook best vaak mensen tussen die mij killen in Fortnite. Hier zie ik al een video voorbij komen van Jens TGV en hij zegt dus dat hij mij gekilled heeft in Fortnite. Laten we gewoon een kijkje nemen naar deze video. Ik ben er super benieuwd naar. Oké, hij praat er ook bij, dus stop. Ik ben gekilled, ik ben niet in Fortnite. Cool. Oké, ik zie mezelf er in de verte al staan. Ik heb hem! Dit is zo mooi. Dit was namelijk zelfs nog een momentje in een video van mij. Een tijdje geleden had ik namelijk een video opgenomen waarin ik zelf YouTubers ging streamsnipen. En toen werd ik dus gekilled door Jens TGV. En hij heeft er dus zelf ook een video van gemaakt. Piek maar, piek maar. Oh nee! Oh, wauw. Oh my god, Jens. Wat doet die ook? Wat is die ook aan het doen? Jongen, deze kerel kan ik helemaal niks. Hè. Ik zie hier nog een video staan van 6 maanden geleden. Ik heb MeFartKen gekilled. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Laten we daar maar gewoon eventjes op klikken. Ik ben er super benieuwd naar. En ik ben benieuwd waar die gaat landen. Oké, hij probeerde mij dus te streamsnipen, hoor ik al gelijk. Kijk hoor. Hij gaat richting de vulkaan. De vulkaan, ja. Dit was in een livestream. Hij ging mij dus streamsnipen. Hij probeerde mij letterlijk te streamsnipen. Oké, Lucky Bosveld. Ga jij maar eens proberen te streamsnipen. Ik ben benieuwd of het je gaat lukken. Hij gaat tenminste naar de vulkaan. Het is een plek waar ik toen de tijd dus blijkbaar ook heen ging. Dit was waarschijnlijk tijdens een livestream dan. Dat is hem die nu is voor de vulkaan ligt volgens mij. Hier, hij zit me echt te streamsnipen. Dat is hem die recht voor me in de vulkaan zit volgens mij, zegt hij ook gewoon. Wat de heck? Hij gaat gewoon letterlijk naar mij op zoek om mij te kunnen killen. Kijk, wat? In de vulkaan al. Kijk, hij heeft wel een leuke glider. Oh. Dat moet ik wel zeggen bij deze. Je hebt een leuke glider. FNL Jasper. Hé, hey, iemand van FNL. Zit er ook in. Hier pakt hij die net een wapen op. Hier pakte hij net een wapen op, zegt hij ook hij al. Hij zit echt. Okay. Oh, hij zit me echt te volgen, joh. Maar dat is gewoon. Oh, ben ik dat die daar beneden staat tussen al die stinknades? Ben ik dat? Oh nee, hij gaat hier een wapen oppakken. Wordt dit het wapen waarmee hij mij gaat killen? Als de videotitel tenminste klopt. Ben ik dat? Dit is hem, zegt hij ook. Dat ben ik. Ik heb Mier gekilled. Ik heb nog een video gevonden, namelijk van Leo Gaming. En hij zegt dus ook in zijn titel dat hij mij blijkbaar heeft gekilled. Ik ben er super benieuwd naar. Laten we hem gewoon afspelen. Ik ben er benieuwd naar of hij mij weet te vinden in dit potje Fortnite. Het is nog in het oude Tilted Towers. Dit ziet er zo mooi uit. De OG tijden natuurlijk. Zo OG is dit trouwens ook weer niet. Maar hij killt mij hier dus in. Ik ben er benieuwd naar. Oh, kijk, hij valt van het dak af. Ja, ik hoor jou. Oh, ben ik dat? Ben ik dat met de Galaxy? Ben ik dat? Ben ik dat? Ben ik dat? Ben ik? Ik heb minion! Ik
What the heck? Hij heeft mij gekillt met allemaal C4's. What the heck? GG naar Leo Gaming. Dit was ook gewoon letterlijk 8 maanden geleden alweer. Dat ik door hem ben gekillt. Super dope. Ik heb hier ook een video gevonden van MXVRI. Dat is zijn naam tenminste ongeveer. Laten we kijken. In de titel staat Mia Fartkun bijna gekillt. Oftewel, hij heeft me dus niet gekillt, maar wel bijna. Ik ben er super benieuwd naar. Laten we gewoon gaan kijken wat er allemaal in deze video gaat gebeuren. Hij speelt dus lekker met de default skin in Tilted Towers. Toen er nog best veel sneeuw lag in Tilted Towers zelf ook. Wat super tof was. Ik denk dat dit ongeveer een jaartje geleden was natuurlijk, toen het kerst was. Hij ziet de medkit liggen. Hij denkt, weet je wat, ik neem een shield potion eerst gewoon in. Ik ben er benieuwd naar. Ik hoor wel iemand anders. Ik hoor iemand anders boven op het dak. Misschien dat ik dat ben. Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee meer. Oké, gaat hier naar boven. En ik zit hier denk ik te bouwen. Ik denk dat ik dat ben hierboven. Laten we kijken wat er gaat gebeuren. Ben ik dat? Dat ben ik! Minion Fartkun! Minion Fartkun! Minion Fartkun! Nee! Oh! Minion Fartkun! Nee joh! Ik denk, wat is hier nou weer gebeurd? Ik heb hier nog een video gevonden met als titel ik zat in een potje met Mia Fartkun en toen gebeurde dit. En ik ben er super benieuwd naar. Er staat 1v1 in beeld. Het is in de lava game mode. Uh-oh, en de cirkel wordt kleiner en kleiner. En dit is inderdaad een 1v1 tussen, denk ik, mij en Diego Debro. En ik zag al een sniper kogel voorbij komen. Hij beweegt super snel om alles te proberen te dodgen natuurlijk. Oh, hij moet hier wel op het lava landen. Wat gaat hij hier doen? Oh! Oké, dat kan allemaal. Hij springt gewoon lekker naar boven. Oké, wat gaat hij hier doen? Hij pakt de launchpad die natuurlijk nu uit de game zijn. En dat ben ik dan als het goed is. Die daar... Ja, dat ben ik denk ik. Dat ben ik met mijn iconisch zin denk ik dan. Oké, ik ben er benieuwd naar. Wat gaat hij hier allemaal doen? Hij bouwt naar boven. Uh-oh. Hier gaat dus de 1v1 echt beginnen, mensen. In de lava game mode. Denk ergens in seizoen 8 dat dit was. Oké, wat gaat hij hier doen? Oh, daar zit ik. Hij edit het open. Maar ik was er al op tijd weg. Uh-oh, hij moet het dicht editen. Anders kan ik erin komen namelijk. Oh, en hij doet een dansje. Hij gaat allemaal dansjes doen. Gaat hij take the 11 naar me doen. Terwijl ik de high ground heb. Oh, hij moet hier nu al weg. Oh, wat doet hij even naar beneden? Wat is hij allemaal aan het doen, joh? Gaat hij naar beneden hakken of zo? Nee, hij gaat het niet naar beneden hakken. Hij blijft... Of wel? Hij gaat het wel naar beneden hakken. Niet. Hij wil gewoon zijn eigen 1v1 bouwen ineens. Oké, dat kan allemaal. Wat gaat hij allemaal doen? Hij bouwt er een dakje boven. Hij pakt pickaxe erbij. Oké, hij klimt. Oh, jeetje, ineens stort alles in. Wat had ik hier... Ik had gewoon zelf alles naar beneden zitten hakken. Oh mijn god, dit wist ik niet eens meer. Ik weet niet eens meer hoe dit potje was gegaan. Omdat het al best lang geleden was. Maar ik had zelf dus alles hier naar beneden zitten hakken. En de lava, dat blijft natuurlijk maar stijgen en stijgen en stijgen in deze game mode. Je ziet de lava ook naar boven komen. En ik heb natuurlijk de high ground. Ik zit net een stukje hoger. Dus dit is een hele nare situatie waar Diego nu in zit. De lava komt naar boven. Hij gaat bijna dood. Diego. Mia Fartkun won the game. Ik had die game letterlijk gewoon gewonnen. Geniaal. Ik zwaai ook naar... Oh, geniaal. Oh, sorry Diego. Ik had gewonnen met 28 HP. Ik heb hier nog een video gevonden van DoubleJ24 YouTube. En in de titel heeft hij staan: I just killed Mia Fartkun. Ik moet de muziek wel uitzetten. Anders krijg ik namelijk zo een copyright claim op deze video. Maar we gaan wel een kijkje nemen naar de gameplay. Dit is in de nieuwe map. En dit is dus bij Slurpee Swamps. En hij beweert dus dat hij mij heeft gevonden hier in Slurpee Swamps. Wat best zou kunnen. Ik speel namelijk wel eens Fortnite. En dan land ik ook wel eens natuurlijk in Slurpee Swamps. Omdat dit zo'n chille plek is. Om natuurlijk eventjes te kunnen looten. Omdat je hier natuurlijk super veel shields kan krijgen. Door al die slurpcans die overal staan. En hij heeft hier al een zwapenlaat niet in. Een AR heeft hij in zijn handen. En oh, dat ben ik. Dus oké, hij heeft het omcirkeld. Ik sta er met mijn konijnenpakje en ik ben dood. Hij heeft me letterlijk gekillt. Maar die andere guy die staat ook gewoon stil. Wat doet hij? Dit is zo weird. Maar hij heeft mij dus net gekillt. Ik weet niet of dat echt zo is. Ik draag wel eens vaak mijn konijnenskin. Dus het zou zomaar zo kunnen zijn natuurlijk. Hij komt hier nog iemand anders tegen. Die killt hij ook. Hij killt gewoon iedereen hier in Slurpee Swamps. Hij heeft er zelf nog wel een bewijsje bij gedaan vanuit mijn stream. Dat ik hem heb gekillt. DoubleJ24 YouTube. Inderdaad. Hij staat ertussen. Dit was gewoon in mijn livestream gebeurd. Dus super tof. Maar oké dan mensen. Dat was dan deze video. Ik wil jullie allemaal ontzettend erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je nou tof? Zo ja. Klik dan natuurlijk even op dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En druk natuurlijk op dat belletje naast de abonneerknop, zodat je een notificatie krijgt van wanneer er een nieuwe video online komt. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij de volgende video. Laters.